gaan we nu door naar de beste chest, de Mega Lightning Chest. Hier zit een Gold Gems Royal Reach Poison. En we krijgen een Legendary in de Crown Chest. Let's go! Yo mensen, welkom bij een nieuwe video, Hildkamp Floris. Laat alvast een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. En voor de mensen die dus de afgelopen video's gemist hebben, ik geef Clash Royale bijles voor 15 euro per uur. Daarmee kan ik 1-op-1 jou helpen met een bepaald deck. Kan ik met jouw deck gaan spelen en tips geven? Kan jij met jouw deck spelen en dan kan ik jou tips geven? En dat doen we dan via Skype of Discord. Hoe kan je opgeven? Stuur een mailtje naar florisvbusiness@gmail.com of stuur me een Insta DM naar florisvu. Het staat ook bovenaan de beschrijving over de prijs, dus nog eventjes. En over hoe jij je kan opgeven. Maar wij gaan deze video een hele zieke chest opening doen. Ik vind het altijd heel erg leuk, de chest openingen. Jullie ook. En jullie hebben mij wel feedback gegeven. Jullie zeiden Floris, je chest opening is top, maar kan je alsjeblieft aan het eind van de chest opening nog wel 1 of 2 potjes doen op jouw eigen account. Dus dat gaan we nu ook doen, maar we gaan eerst de chest opening doen en daarna dus even een potje nog op mijn eigen account. We mogen natuurlijk niet, of ik mag natuurlijk niet, op iemand anders account spelen. Dat is verboden van Clash Royale. Maar wij gaan beginnen. Ik zit op het account van Superstar. Super bedankt Superstar dat ik op jouw account een chest opening mag doen. Ik zal even snel je profiel laten zien. Best wel hoge cups heb je. Je record is bijna, je record is 6354. Dus dat is zeker niet slecht. Ik zal ook even je clan laten zien. Hij is co-leider in de Wicked Family. En hij is daarbij de tweede beste. De beste is deze boy, DB. Die heeft een PR van 6600. Zo, dat is ongeveer even hoog als ik. Welkom in de Wicked Family. Kick is Odd, laatste heb je Dennis. Minimaal PR van 5.6k cups. Plus 50 War Day wins. En je moet een level 12 zijn. Dat is dus zijn clan. Maar wij gaan al deze chests openmaken. Hij heeft er hier 4. Heeft hij nog ladder rewards. Heeft hij nog een legendary chest. En heeft hij nog 8 tiers. Een super opening als je het mij vraagt. En de kaart die hij wil hebben is commons. Die hij nog gewoon nog niet max level heeft. Je kan ook zien hoe hoge levels onze grote vriend heeft. Superstar. Best wel hoge levels. Voor de rest zegt hij rares. Wil hij Ice Golem, Mega Minion en Giant. Waar staan ze? Mega Minion, Giant. Oeh, die is best wel laag, heeft hij die nog. Oké, die kan naar level 12. Giant en Ice Golem, dat zijn de rares die hij wil. Epics, Ballon, Pekka, Prins. Even kijken, Ballon is daar. Pekka is heel laag, of ik ben blind. Daar is Pekka en Prins is daar. En dan Legendaries wil hij Log. Waar is de Log? Hij gebruikt de Log dan weer niet in zijn deck. Oh, de log is nog best wel laag ook bij hem. Daarom wilde hij waarschijnlijk de log. En hij zei, als je Princess of Minor krijgt, houden. Alleen als je deze op de laatste drie strikes krijgt, dan houden. En zijn Princess en Minor zitten in zijn main deck. Wij gaan gewoon lekker beginnen. We beginnen gelijk met de War Bounty. Even naar rechts scrollen. De Wicked Family is derde geworden. En daar krijgen we natuurlijk een War Bounty van. 500. Oeh, altijd spannend. Is het gold? Het is gold. Nou ja, gold is natuurlijk ook nooit verkeerd. En de Clan War, ja, ik ga hem niet starten voor hem. Maar ze moeten eigenlijk nog een Clan War gaan starten. Wij gaan dus nu alles openmaken. We beginnen altijd met de slechtste chest. En dat is denk ik nu in het ladder reward, is deze Lightning Chest. Dus we gaan even kijken, jongens. Kanon, Earthquake en 2 Mirror. Laten we gaan voor Ice Golem, Mega Minion of Giant. Ice Golem, Mega Minion of Giant. Oeh, Hog Rider is wel goed, dus ik hou heel veel Hog Rider. Gewoon omdat dat al een oké kaart is, ga ik de Mirror even strike. Ah, net een kaart die max level heeft. Wel is dat 1500 coins. Nu weer 2000 coins erbij. 5 Epics. Hey, de Prins, die wou die. En nu een Legendary Chest, daar wacht ik nog heel even mee. We hebben gewoon 3 Legendary Chesten in deze chest opening. We doen nu eerst een Magical Chest. Daar zit in Gold, Seppies, Skeleton Barrel, Earthquake. Die wou er niet. Tesla had hij nog niet max, dus dat is chill. Goblin is al wel max. Wizard niet zo heel chill. En Witch eigenlijk ook niet zo heel chill. Gaan we door naar de Epic Chest. De Epic Chest zit in Golems. X-Bows. Dark Prince, goede kaart. Bijna level 13. Ook een hele goede Epic, de Dark Prince. En Guards. Guards wat minder goed. Gaan we nu door naar de Tier Rewards. We gaan even kijken. We kunnen volgens mij maar 1 keer... Oh, we kunnen helemaal niet strike. Oh ja, het is natuurlijk geen Pass Royale. Oh, dit is gewoon krijgen. Dus waren eigenlijk dit de slechtste,
de slechtste chest. Dit is gewoon letterlijk gewoon een crown chest. Op zich ook niet heel verkeerd hoor. Valkyrie, Elixir Collector en een Pekkaatje. Nice, die wou die als epic. Chill. Hier zit een gold, gems, Royal Rockets, poison. En we krijgen een legendary in de crown chest. Let's go. Welke zit erin? Log, Princess of Minor. Het is de Royal Ghost. Een beetje mindere legendary, maar wel eentje in de crown chest. Daar zeg ik zeker geen nee tegen. Bomber, Electro Dragon en Mini Pekka. En de laatste is Gold, Gems, Ice Golem, Chill, Tivari, Hog Rider, Zappies en Snowball. Oké, dat waren de tiers. En dan gaan we nu door naar de allereerste Legendary Chest. Spin, spin, spin. Ik hoop op een log, Princess of Minor. Het is de Night Witch. Ik weet niet of ik daar heel tevreden mee ben, de Night Witch. Gaan we even door met openmaken. 3000 gold dus. Oké, een Legendary Token is altijd chill. En wat epics. Nou, laten we hopen dus op een ballon, Pekka of Prince. Guards, nee. Golem is wel oké. En Poison is eigenlijk ook wel oké. Het zijn geen slechte epics. Hij zit echt best wel hoog. Dus we hebben nog wat rewards. Oké, laten we hopen op een van die chiller rares. Nou, dat is nou niet echt een hele chiller rare. Even kijken verder. Gold. Electro Dragon. En krijgt hij precies, kan hij die nu naar level 12. 13 Zappies. Heel wat Royal Giant. Dat is toch 1300 gold. En 53 Valkyrie. Valkyrie geen hele slechte rare natuurlijk. 4000 coins. En dan nog 100 gems. Daar kan hij een Grand Challenge mee spelen. Dus dat is nice. En dan nog een Magical Chest. Daar zit in gold. Earthquake. Goblin Hut. Rocket. Cannon. Tornado. En weer een Legendary. Let's go. Dit is nu al de tweede Legendary. Nee, de derde Legendary van deze video. Het is een Miner. Wat hebben wij geluk. Het is een Miner. En alweer de derde Legendary. Want we hebben hier een Legendary gekregen. In die Magical Chest dus. We hebben een Legendary in deze Legendary Chest gekregen. Dan zitten we op 2 en 1 in de Crown Chest. Dat zijn 3 Legendaries. En dit is Legendary nummer 4. Log of Princess. Kom op. Het is de Night Witch weer. Oké, we hebben nu 4 Legendaries en weer dus de Night Witch. Oké. Hey, Giant, die wou die hebben, dus dat is nice. Royal Giant, die wou die niet hebben. En dan gewoon deze rewards collect heb je niet heel veel altijd aan. Het is altijd wel een beetje chill. Gaan we nu door naar de 5e Legendary van deze video. Spin, 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 spin. Dit is de Ice Wizard. Goeie Legendary. Helemaal niks mis mee. Gaat ook richting level 13. Daar ben ik jaloers op. Ik wou dat mijn Ice Wizard zo'n hoge level had. En dan gaan we nu door naar de beste chest. De Mega Lightning Chest. Oké, we gaan even kijken. We hebben 8 strikes. Heel veel barbaren. Ik denk dat ik die laat zitten. Megamine, top. Die wou die. Die hoeft dus niet te striken. Bomtoren gaan we zeker striken. Let's go. Pekka hoeft niet te striken. Tornado is op zich een oké epic. Dus ik weet niet of ik die ga striken. En de Legendary. Daar hebben we 6 Legendaries in deze video. En dit is een Fisherman. Oké, ga ik sowieso eerst die bomber aanpakken. Sowieso die heal aanpakken. Ik ga toch even de fisherman aanpakken. Ice Wizard is wel een goeie. Dit is altijd lastig. Ik ga die tornado is prima. Ik denk dat ik nog even één keer... Ik ga sowieso dit nog even één keer striken. Oké, Magic Archer. Deze nog een keer. Electro Wizard. Nog een keer. Night Witch. Dan nog één keer. Princess. Oké, die houden we. En dan nog één keer de Furnace striken. Dan hoop ik op Mega Minion, Giant of Ice Golem. En het is de 3 Musketeers. Helaas, ik denk minder chill dan de Furnace. Maar we moesten het gokje wagen. We hebben wel de Mega Minion, we hebben wel de Pekka en we hebben wel de Princess. Dus op zich helemaal niet zo heel erg verkeerd gestrikt. En nog 3k gold erbij. Dit was de chest opening op Superstar. Join zeker zijn clan als je dat wil. Of Wicked Family. Superstar, super bedankt. En ik ben zo weer terug op mijn eigen account. Ik zit op mijn account. We gaan nu met dit deck spelen. Weer een ander deck. Ik probeer dus in de video's heel veel verschillende decks te doen. Ik ga wel even de Barbarian Barrel eruit halen voor een log. Omdat mijn Barbarian Barrel niet max is. En we gaan kijken of we wat kunnen bereiken met dit Mortier B deckje. We gaan gewoon 2 potjes nog doen. Omdat de video nog niet heel lang is. En we komen tegen hashtag Row. En hij kijkt boos. En wij gaan deze Miner emote. Die is zo leuk, die Miner emote. Oké, we doen... Hij heeft hem ook. We doen even de Goblin Gang in de back. En gaan even kijken wat onze Rogue gaat doen. Oké, hij gaat Lavahond. Op zich hebben we een best wel goed deck tegen Lavahond. Omdat we best wel veel air hebben. Even kijken. Dan doe ik dit hier zo. En dan doen wij... Eerst even bets op de... op de Lavahond. Dan gaan we 1 hit doen met de Miner. Dat is op zich best wel weinig. Maar ja, het is beter dan niks. We gaan even deze minions hier naartoe lokken. Zodat we eerst die minions killen en daarna die Lavahond.
dat is eventjes een beetje misgelopen. Even kijken. Gaan we dit vuurballen of laten we dit gaan? Die lava pups. Ik laat het gaan. Dus lopen we op het begin een beetje achter nu. Maar het maakt niet heel veel uit. Het maakt niet echt niet heel veel uit. Ik heb wel zo'n gevoel dat we dit alsnog kunnen gaan winnen. We doen even een mortier hier zo. Voor die ballon. Doe ik even spierkoppelder erbij. Zodat we... die ballon sowieso killen en sowieso die ballon geen hit doet op de toren. En die spierkoppelder gebruik ik gelijk weer in de aanval. Ik wist eigenlijk dat die Goblin Gang zou komen. Ik zat nog in mijn achterhoofd te twijfelen. Ga ik pre-loggen of durf ik het niet aan? Ik heb het uiteindelijk... durfde ik het niet aan. Het is wel jammer dat hij dus de arrows heeft. Dus als hij nu lavend in de back, moet ik druk gaan zetten met Rascals. Want ik kan niet, ik kan eigenlijk niet iets anders... maar dat doet hij niet. Dan besluit ik dit gewoon lekker te vuurballen. Pakken wat damage op zijn toren. En is die tombstone kapot. Wat hij nu doet. Oké. Okay. Even denken. We doen even de bats in de back. En mortier hoog. Zo, dan gaan we even kijken wat deze boy gaat doen. Oké. Okay, hij komt met dat. Dan ga ik die megaman voor de rest laten gaan. Dan wacht ik heel eventjes op die minions. Dan gaan hopelijk mijn Rascals de minions pakken. Als hij dit arrowt, ja die arrowt die, kom ik gelijk met mijn nieuwe verdediging zeg maar. Voor zijn dingen. Dan ga ik nu ook gewoon de druk hoog zetten met dit en dit. En gaan we dit eventjes vuurballen. Zodat we die ballon ook naar achter kunnen vuurballen. Let's go, dat is allemaal goed gelopen. Mooi. Dan die ballon deed niet eens damage op de toren. Dus dat is nog beter eigenlijk. En dan gaan we even kijken hoe hij dit nu gaat doen. Doet hij met Rascals? Doet hij met minions? Komen wij met Rascals? Even kijken hoor jongens. Ja, we zitten nu op de toren. Let's go. Dan kom ik nu met mijn bats. Want hij inderdaad de hele tijd de Mega Minion op onze mortier probeert te doen. Dat mislukt nu. Dan gaan we dit even gooien hier. Dan gooien we nu eventjes een log voor zijn Goblin Gang. Dat doet hij nu dus ook. Weer zoals hij altijd doet. En hij valt een beetje in herhaling. Waardoor wij dus doorhebben wat onze road doet. En waardoor we dit potje dus ook gewoon kunnen winnen. We hadden hem op een gegeven moment door. Hij speelde niet heel slecht. Maar we hadden dus door wat hij deed. En nu hebben we dus het eerste potje gewonnen. Dan gaan we nog even één potje doen. Weet je wat? Waarom ook gewoon lekker niet. Nog een potje doen dus. En dat wouden jullie dus. Jullie lieten het achter in de comments van... Jullie lieten achter in de comments dat jullie chest openingen leuk vinden. Maar graag daarna nog één of twee potjes. Dus ja, weet je. Als jullie tips achterlaten voor mijn kanaal, voor mijn video's. Ik lees al de comments, dus daar reageer ik dan ook op. En jullie hebben het gewonnen, zeg maar. Ik ga het dus ook gewoon doen, die potjes na de chest opening. Tenzij die echt heel lang duurt. Echt heel lang duurt. Iets van 16 minuten of zo. Of 20 minuten, dan niet. Laten we even de Rascals in de back doen. Ik wou nog één dingetje zeggen terwijl ik aan het praten was. Wat was het ook weer? Oh ja, mensen denken waarschijnlijk, waarom zit jij in de Dutch Giants? Is dat je nieuwe clan of zo? Nee, ik wou eigenlijk eventjes al mijn rare tokens gaan ruilen. Voor goblin cages. Want ik wil goblin cages hebben. Maar in de Dutch Corps clan wil niemand ruilen bij mij voor goblin cages. Dus daarom ben ik gewoon random clans aan het joinen. En kijken of er een rel open staat met de Goblin Cage. En zo ja, dan rel ik gewoon met ze. En ik praat ook een beetje met ze. Het is wel leuk gewoon. Laat nu niet je eigen kleding achter. En dan zeg er dan niet bij van... oh, ik wil ook Goblin Cages ruilen. Want waarschijnlijk als deze video online is... heb ik al heel veel van mijn rare tokens opgemaakt. En werkt het niet meer. En ik zit gewoon lekker bij verkennen, weet je wel. Als je gewoon je clan lief, zie je altijd heel wat clans staan. En dan join ik gewoon random clans. En dan kijk ik even of er iets met een Goblin Cage open staat. Ook rel ik niet al... rares die ik al max heb, rel ik ook niet. Bijvoorbeeld was nu iemand in deze clan die wou met wizards ruilen. Nou, wizards heb ik nog niet max in de zin van ik heb hem nog niet geüpgrade naar max. Dus ik vond het wel prima om dat met hem te gaan ruilen. Dit was even jammer, ik twijfelde tussen Rascals en Goblin Gang. Ik deed toch Goblin Gang, maar je ziet nu dat... we zijn een beetje aan het stressen nu. We zijn nu een beetje aan het stressen. Witch op de toren niet best. Niet zo best. Dat was een beetje een stressverdediging van mij. Omdat ik dus weer aan het praten was. En tegelijkertijd aan het denken was over wat ik eigenlijk wou doen. Nu komt hij met zijn elektrowizard eigenlijk. Dus het is helemaal niet zo slim wat ik nu doe. Oeh, slechte elektrowizard. Kijk, dat is wel even handig. Gaan we dit even loggen. Dan doet die elektrowizard als het goed is één hitje. Maar dat vind ik niet... oh, geen eens een hitje. Top, ik wou zeggen dat ik dat niet heel erg vond. Maar nu vind ik het wel helemaal niet erg. Oké, doen wij de mortier in de back.
Vuurballen we dit gewoon, omdat dan die witch, als het goed is, dood is van nog een log. Vuurbal log is, als het goed is, genoeg om een witch te killen. Doe even de bets op deze miner, die Royal Giant. Die gaat helemaal niks bereiken met zijn leven. En wij wel, want wij gaan even nu vol in de counter push. Hebben we nu vuurbal ready voor zijn electro wizard, als hij die ergens hoog gaat droppen of zo? Ah, oké, hij dropt hem daar. Nou, dan ga ik het natuurlijk niet vuurballen. Doen we de spiekelbollen hier. Dan maken we eventjes die toren af met een vuurballetje. Killen we gelijk ook die musketier. Gooien we die gang perfect op de miner. En dan hebben we dit potje gewonnen. Gaat hij nog een Royal Giant hoog doen? Omdat dat het enige manier is om te winnen. Maar dat gaat niet lukken, want je hebt nog 5 seconden. 3, 2, er komt nog eventjes leuk de Royal Giant in beeld. Maar het is GG, jongens. En we hebben 2 potjes gewonnen. En een hele leuke chest opening gehad. Dus dit was weer een super geslaagde video. We zitten op dit moment op de 5305 cups. En hebben we nog een mini chest opening op mijn eigen account. Want ik kan tier 6 gaan openmaken. Even kijken hoor. Nou, ik heb bomtoren al max. Dus ik ga dan gewoon de pomp kijken of ik daar goblin cages voor kan krijgen. Goblin cage? Helaas niet. Maar fly machine heb ik ook voor mij nog niet max. Dus dat was op zich niet heel erg. Oké, dan gaan we de bomtoren doen. Want ik vind de bomtoren toch wel een vervelende rare. Nee, helaas. Ik probeer gewoon altijd goblin cages. Dat is eigenlijk de enige die ik echt wil. Jongens, bedankt voor het kijken. Zie je in de volgende video. En tot dan, mensen.